De grap waarmee ik altijd mee begin is, ik ben de meest gevaarlijkste persoon van de wereld. Ik ben een zwarte man, Afrikaan, vluchteling, moslim en kom uit Almere. Nou, vooral het laatste hebben heel veel mensen moeite mee. We zijn onderweg naar Utrecht Lacht en dat is een evenement waarbij allerlei comedians altijd door heel Nederland optreden. En vanavond mag ik daar optreden om mijn gedeelte van de oudejaarsconferentie te oefenen. Rechts, links, ergens. Ja, het schijnt zo te zijn dat in Utrecht het meest aantal vrijgezelle vrouwen zijn. Dus dat is heel wat. Kijk uit voor het opstapje. Het is eigenlijk min of meer gekomen vanuit de drang die ik heb om mijn verhaal te vertellen. En zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden. En ja, ik hou gewoon van op het podium te staan en gewoon lekker grappen te vertellen. Mooie verhalen te delen met mensen. En mensen gewoon een leuke avond te bezorgen. En ik heb het in ieder geval gemerkt dat ik het kan. Dus ik heb zoiets van, hoe mooi zou het zijn als we dat in Almere, want ik ben echt een trotse Almeerder, om daar in de oudejaarsconferentie van Almere te mogen doen. En daar zoveel mogelijk mensen naartoe te trekken en dan ook eigenlijk heel Nederland met Almere te verbinden. Het is gewoon iets wat ik altijd al heb willen doen en het is iets een soort droom voor mij geweest om het te doen. En afgelopen jaar kreeg ik de mogelijkheid om het te doen, want ik hoorde dat het ergens in 2012 al een keer de oudejaarsconferentie werd gehouden. Alleen na die tijd ook nooit meer. En ik wilde het juist weer nieuw leven inblazen. Nou, mijn naam is Mehmoed. Voor jullie gewoon Mo. Ja, dat is een stuk makkelijker, hè. Ik heb geen bomgordel of zo. Ik weet, het is een flauwe grap. Maar ik kom er onlangs wel achter dat ik de meest gevaarlijkste persoon ben van de wereld. Volgens RTL Nieuws ben ik public enemy number one. Een zwarte man, een Afrikaan, vluchteling, moslim en komt uit Almere. Ja, vooral het laatste, daar hebben heel veel mensen moeite mee, hè? Ja, niet normaal. In de eerste minuten is heel bepalend, komen de eerste grappen aan en als de eerste grappen lekker zitten, dan loopt de rest vanzelf ook wel. Maar ja, ik heb ook al avonden gehad dat het niet goed ging. Ja, dat is ook gewoon kut, maar die zitten er ook tussen, weet je wel. Dus dat je er op een gegeven moment staat en iemand lacht, ja, dat gebeurt ook. En dan is het juist mooi om bij die oefenrondes, om dat in ieder geval uit te halen en dan dat je alleen maar het goede materiaal overhoudt voor de oudejaarsconferentie op 29 december in Almere in Kaf. Maar ik hoef in ieder geval volgens alle andere Ethiopiërs hoef ik niet meer zo onder de douche te staan. Ken je die grap niet? Waarom alle Ethiopiërs zo onder de douche staan? Anders glippen ze dat putje heen.